Nee, echt niet. Maar het was leuk geweest om daar te komen natuurlijk. Ik was al dat het niet zo. Misschien wel. Ja, ik weet het niet of dat toen nog gebeurd is. Ik had gisteren nog gebeld, want dat is 6 man. Het is hartstikke koud. Kom maar. Kom maar. Kom maar hoor. Applaus! En nu zitten we met z'n allen hier, hè? Leni en Rob. Wat zijn jullie toch een bijzonder tweetal. En het is vandaag ook nog eens je 85e verjaardag. Wat een zalig cadeau. Rob, jou kennen we nog niet zo heel lang. Om precies te zijn, op 1 maart vorig jaar zagen we jou voor het eerst. Leni, jij bent inmiddels een vertrouwde vriendin en buurvrouw. En jou ontmoetten we in 2006, toen wij naast je kwamen wonen. En toen wij destijds naar de Ins verhuisden, werden jij en Ruud onze buren. En wat me vrijwel direct aantrok, was jouw pianospel. Ik raakte zo ontroerd door die mooie klanken, dat ik bijvoorbeeld ophield met stofzuigen en stilletjes op de trap ging zitten luisteren. Zei ze, nee, nooit meer van mijn leven. En toen bleef ik even stil. En toen zei ze, ja, behalve dan met Rob Bezold. Met die zou ik nog wel eens in het nieuwsbootje willen. En dit vertel ik nou niet omdat we hier vandaag met z'n allen in het stadhuis zitten. Nee. Dit is echt zo gebeurd, Lee? Ja. Absoluut. Leni liefdevol omarmd. Of een tikje tegen dat wilde. Kortom, jullie zijn maatjes van elkaar. Maatjes van het leven. Jullie houden zielsveel van elkaar en we zijn blij dat we dit feest vandaag met jullie mogen meemaken. Jullie verhaal is nooit opgehouden. Het heeft hier de draad weer opgepakt en vertelt zichzelf verder. Wij wensen jullie alle geluk, voorspoed en gezondheid.
En ik denk dat ik mag spreken namens alle familie, vrienden en buren en mensen die hier zitten, die jullie een warm hart toedragen. En ik wil besluiten met geniet van elke dag en vier het levenspotten van leven. Blijf jong tot aan de dag dat je deze aarde gaat verlaten. Mag ik eerst weten wie u bent? Karianne Verdonk. En u? Hans de Beukelaar. Wat een feestelijke dag, hè? Zeker. Wat is er nou gebeurd in het kort? Leni en Rob hebben elkaar gevonden na ongeveer 56 jaar. Het is een oude liefde die nu weer opbloeit. En hoe is dat gekomen nu? Eigenlijk komt het door haar boek. En dat heb ik uitgegeven. Dus wij zijn eigenlijk een beetje de schuld. Ja. Hebben de schuld. Voelt u zich schuldig? Nee. Als je ziet hoe gelukkig ze zijn, kun je alleen maar denken van, nou, mooi dat het zo is gelopen. Ja, goed, wij zijn heel blij dat wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Rob komt in het boek voor, wat Karianne heeft geschreven. En ik werd door hem benaderd toen het boek uit was. Hij wilde een boek bestellen en wil ook graag met zijn vroege verloofde in aanraking weer. En toen hebben we doorgespeeld naar Karianne en die is dus eigenlijk de verantwoordelijke. Het boek, wat is de titel? Het liefdeslied van Leni Ewing. En kan u de promotie over maken? Waarom moeten mensen of waarom kunnen mensen dit kopen? Het is een ontzettend boeiend verhaal van de levensgeschiedenis van een oorlogskind. Ja. En heel knap geschreven. Ja? Ja, kijk, ik kende ze niet. Ik woon in de Achterhoek en ik heb dat manuscript. Maar ik werd getroffen door de mooie manier en voor iemand die dus voor het eerst een boek maakt en die het op zo'n wijze, zo'n moeilijke materie neer weet te zetten zonder de sensatie op te zoeken. Prachtig gedaan en daar was ik van onder indruk, dus ik was gelijk om en toen ik met de twee dames in aanraking kwam was het verkocht. Het is wel een bijzondere vrouw. Dat is het zeker. Beide. Kunt u er iets over zeggen? Zij heeft een heel scherp geheugen en ze kan tot in de details dingen vertellen, ver terug uit haar verleden. En ze heeft een heel bewogen leven achter de rug, een heel verdrietig leven ook. En toch blijft ze een hele optimistische vrouw. Het is heel muzikaal. Ze heeft een hitje geschreven voor Willeke Alberti, Tony Ronald uit Arnhem. Dat was een hitje in Spanje, dus haar muzikale kwaliteiten zijn echt hoogstaand. Ik zou zeggen een hele prettige dag verder en ik ben blij dat ze u hebben kunnen ontmoeten. Fijn, dank u wel. Wij zijn blij dat we dit hebben kunnen doen. Zo is dat. Okay.